ja, er werd wel geklapt, maar nog steeds niet gelapt. En ja, dat is wat mij betreft een van de meest sprekende beelden waarom mensen in actie zullen moeten komen. Studio Solidair op Manifiesta. Met Peter Mertens en Ron Meijer. Voilà, goedemiddag Manifiesta en vooral goedemiddag Ron Meijer uit Nederland. Hoe is het met jou? Ja, heel goed. Fantastisch om hier te zijn. Ik was hier nog nooit geweest. Ik moet me schamen, dat weet ik. En ik heb nu gezien hoe fantastisch wat jullie hier doen. Die mix, die perfecte mix tussen feest en solidariteit. Geweldig. Ja, en we hebben ook speciale zon besteld. En die is uiteraard ook met jou meegekomen, Ron. Nee, ik ga jou eerst even presenteren. Je was, denk ik, 4 of 5 jaar lang voorzitter van de Socialistische Partij in Nederland. Ja. Maar daarvoor was jij ook al actief als organizer, zoals dat dan in het heel mooi Nederlands noemt, bij de vakbond, de grootste vakbond in Nederland, het FNV. Ja. En heb je onder meer schoonmakers en schoonmaaksters georganiseerd. En nu ben je dan terug naar de bron, naar de vakbondstijd, is het zo? Ja, dat is zo. Ja. En ook weer onder andere schoonmakers. Ik mag nu eigenlijk de werkende klasse organiseren. Hoe mooi is dat? Niet alleen schoonmakers, maar ook kinderopvangjuffen, vuilnismannen, eigenlijk iedereen. Waarvan we vorig jaar gezien hebben dat als het land het nodig heeft, dan zijn dit de mensen die het land draaiend houden. En je doet het graag. Ja, fantastisch. Dat zijn bij wijze van spreken mijn vader en mijn moeder. Ja. Jij komt ook uit een arbeidersgezin in Zeswegen in Heerlen, zeg ik dat goed? Je bent heel goed op de hoogte. Ja, Zeswegen. Voilà. Maar vertel eens misschien van waar dat je misschien afkomstig wordt, bent zelf. Ja, mijn moeder is een thuiszorger, een schoonmaakster. Mijn vader was een koelmonteur, maar ze zijn allebei ziek. En ik ben opgegroeid in Zeswegen, een buurt in Heerlen. Dat heet, in Heerlen weet iedereen als je zegt achter het spoor wat dat betekent. Het is heel interessant, want als je daar letterlijk naar luistert, dan is achter het spoor afhankelijk van waar je je geografisch bevindt. Maar iedereen weet wat je bedoelt met achter het spoor, omdat het niet gaat over de plek, de geografische plek in de stad, maar de plek in de samenleving. Eigenlijk klasse. Dus Zeswegen is een buurt achter het spoor en gebouwd op de laatste afgegraven Mijnsteenberg van Nederland. Dus ik ben eigenlijk in de oude Mijnstreek geboren, in 81. Toen waren de mijnen in Nederland al dicht, om de context te schetsen. En toen heb ik gezien hoe hard een arbeider als mijn vader, een koelmonteur, en mijn moeder een schoonmaker, een thuiszorger, hoe hard zij moesten werken. En desalniettemin eigenlijk amper konden rondkomen. En die hoedanigheid en die trots ook. Mijn ouders waren hele trotse arbeiders en zijn dat nog steeds. Ja, ben ik opgegroeid en ben ik ze zeer dankbaar voor. En zijn ze ook een beetje trots op jou? Ja, dat is altijd ingewikkeld te zeggen. Maar ik vroeg mijn moeder, want ik schrijf het boek aan hen, aan mijn vader en mijn moeder. En ik heb dat aan hen van tevoren laten lezen. Toen zei ze, wat vind je daar nou van? Er zijn ook nogal kwetsbare dingen in. Toen zei ze, ik ben trots. Ik had alleen gehoopt dat jullie het niet gezien hadden. Mijn ouders moesten echt worstelen om ons gezin te kunnen onderhouden. Dus ik denk dat ze wel een beetje trots zijn, zeg maar. Denk ik ook. Ik ga het boek ook voorstellen voor de mensen die meekijken. Dus, Ron heeft een boek geschreven bij uitgeverij Prometheus. En het boek titelt De Onmisbaren. En dan een ode aan mijn sociale klasse. Ik heb zelf een beetje daarvoor ook een boekje geschreven. Met de titel Ze zijn ons vergeten. Ik ga dat ook even laten zien aan de kijkers. Gewoon puur commercieel is dat. Maar dus nu gaat het in eerste plaats over het boek van Ron. Aan mij vroegen ze altijd, ze zijn ons vergeten, wie is die ons? Dus ik ga een beetje hetzelfde doen met jou natuurlijk. Ja, die onmisbaren, wie zijn dat dan die in jouw titel zitten? Ik moet eigenlijk een geheim verklappen, Peter. Ik heb eigenlijk jouw boek gewoon overgeschreven en in Nederland uitgebracht. Ik denk, dat merken ze toch niet. Nee, de onmisbaren, dat zijn wat mij betreft alle mensen die vorig jaar het land overeind hielden. En de samenleving overeind hielden. En en dat is precies de combinatie met mijn sociale klasse. Eigenlijk wisten we al lang dat de arbeider bestaat. En dat de arbeider of de werkende klasse, dat de belangrijkste klasse is die er is. Tegelijkertijd zien we dat uitgerekend die schoonmaker, die ziekenhuisschoonmaker. Zonder ziekenhuisschoonmakers kunnen we dus niet, is gebleken. Die thuiszorger, die verpleegkundigen. Maar ook die mensen in de slachthuizen, in de distributiecentra, die postbezorgers. En wat fascinerend is, vind ik, is dat uitgerekend die mensen, het fundament van onze samenleving, dat die bijna altijd een bescheiden inkomen hebben, grote onzekerheid kennen en een hele hoge werkdruk hebben. En in Nederland heb je gezien, ik weet niet of jullie dat beeld hebben meegekregen, maar bestuurders stonden te klappen, te applaudisseren
voor de onmisbare. En toen kwam er een stemming in de zomer vorig jaar, 2020, in het Nederlandse parlement. En toen was een deel van de coalitiepartijen was met vakantie. Die waren er niet. En toen leek er dus een meerderheid te kunnen komen door een oppositievoorstel voor hogere lonen in de zorg. Wat hebben die coalitiepartijen toen gedaan? Die zijn letterlijk het gebouw uitgevlucht, zodat er geen quorum meer was en de stemming niet kon doorgaan. Dat beeld van die politici die wel klappen als het nodig is, maar vervolgens vluchten als ze iets moeten doen, ja, dat heeft heel veel mensen in ons land gepolitiseerd, denk ik. Ja. Dus ik bijzonder boeiend dat je dat vertelt, want eigenlijk parallel, dus nu omdat je dat nu vertelt, parallel gebeurde bij ons min of meer hetzelfde, ja. Maar niet omdat ze op vakantie waren, maar omdat ze geen regering konden vormen. En op datzelfde moment hebben wij een voorstel ingediend dan in het parlement om die lonen te verhogen. Dat was eigenlijk nog wel voor de pandemie. Ja. En toen noemden we ons populisten, dus dat ging dan over de verhoging van de, van de lonen van de verpleegkundigen, populisten, dat was niet betaalbaar, niet nodig. En vervolgens is het natuurlijk in de pandemie wel gaan applaudisseren. Maar precies. Bij jullie zijn ze eigenlijk gewoon letterlijk gaan lopen uit schrik. Echt? Gaan rennen? Je moest dan ook voor een bepaald... Het is echt, ja, je moet maar eens googlen voor de mensen die meekijken hier, zeg maar. Of die thuis meekijken. Letterlijk gaan rennen. Ze moesten voor een bepaalde tijd ook echt het gebouw uit zijn. Anders zou dat quorum... Als je nog in het gebouw was, stelde je mee voor het quorum. Als je er buiten was, niet meer. Ik kende die regel ook niet. Maar je ziet dus liberalen echt rennen. Zodat ze op tijd... De 100 meter sprint is toen door een Nederlander is verbeterd. De wereldrecord vastgesteld. En dat bleek iemand uit de Tweede Kamer te zijn. Dat is onwaarschijnlijk. Dat is onwaarschijnlijk. Dat, ja. Dus men doet zoveel moeite om dan verkozen te worden in naam van het volk te spreken. En dan uit schrik van wetsvoorstellen voor het volk, precies, rent men uit het parlement. En het argument was toen, ja, maar de oppositie had een procedurele truc toegepast. Dat werd toen een reactie. Nou, dat deed het niet heel erg goed onder de mensen. Want ik kom nu nog mensen tegen, dat is alweer een jaar geleden, die hiervan zeggen, ja, toen is bij mij een kwartje gevallen. En want mensen in de zorg hebben hard gewerkt en zijn ook wel graag goed gelovig, op een positieve manier. Hopen dat toch nu wel duidelijk is geworden dat. Want we hebben toch wekenlang onbeschermd gewerkt. Op al die plekken, in de zorg. Mijn eigen ouders krijgen nu thuiszorg, zijn alweer ziek. En die thuiszorgers hebben gewoon wekenlang zonder bescherming gewerkt. Dat was een risico voor henzelf en voor hun patiënten. Ja, en mensen willen toch geloven, nu zullen ze toch wel begrijpen dat we dat verdienen. Ja, er werd wel geklapt, maar nog steeds niet gelapt. En ja, dat is wat mij betreft een van de meest sprekende beelden waarom mensen in actie zullen moeten komen. Ja. Je schrijft over de onmisbaren en heb je ook een interview gegeven voor het magazine Solidair. En daar schrijf je, ik ga dat even voorlezen, ik hoop om met mijn boek te kunnen aantonen dat hier een rode draad loopt, de rode draad van de klassenstrijd. Ja. Ik denk zo, in het Nederland van vandaag zijn er niet te veel Ron Heerlens die over klassen, laat staan klassenstrijd spreken. Je hebt zo het idee van in Nederland is iedereen aan het polderen en heeft men zichzelf langzaamaan in slaap gepolderd, om het even stout te zeggen. En dan komt er ineens zo'n jongen uit het Heerlen aanzetten met een boek over klassen en klassenstrijd. En het werkt blijkbaar, want het doet heel wat stof opwaaien. Ja, ik heb duizenden reacties gekregen. Ik heb ze nog steeds niet allemaal kunnen beantwoorden. Echt persoonlijke verhalen. En dan heb ik het niet over likes of zo, maar gewoon persoonlijke verhalen. Mensen sturen me hele mails en hele halve boeken. Dus ik zou zo 3 nieuwe boeken kunnen sturen op grond van wat mensen me gestuurd hebben. Dus het heeft wel iets gedaan. En fascinerend in Nederland vind ik. Ik las allerlei boeken uit. Ik las jouw boeken en ik las Christian Barons boek uit Duitsland en Edouard Louis natuurlijk in Frankrijk en Darren McGarvey uit Schotland. Fantastische boeken. Ik dacht, we kennen dat in Nederland helemaal niet. Hoe kan dat nou? En het idee dat de arbeider niet meer bestaat in Nederland is echt, dit is vertaald als, Mark Rutte, de Nederlandse minister-president, presenteert zich ook als een soort manager. Neutraal, objectief, pragmatisch, helemaal niet ideologisch. Mijn stelling is al heel lang dat het de meest ideologische premier is die in Nederland ooit heeft gehad. En niet alleen maar omdat hij miljarden ieder jaar weggeeft aan multinationals. Maar omdat hij erin slaagt om journalisten en anderen te laten geloven dat wat hij doet objectief is. Als dat gebeurd is, ja, dat is totale ideologische dominantie. En dan had ik dat voorbeeld van de arbeider die niet meer zou bestaan eens geven. Mijn eigen opa's waren mijnwerkers. Die konden met hun gezinnen toen. De ene opa, ik kom uit de katholieke mijnstreek in Nederland. De voormalige katholieke mijnstreek, mag ik wel zeggen. In vele opzichten voormalig.
Maar de ene opa en oma kregen twee kinderen. Want mijn oma die joeg de pastoor weg toen hij vond dat er weer nieuwe zieltjes moesten komen. De andere opa en oma waren iets gezagsgetrouwer. Dus die kregen 10 kinderen. Mijn moeder en nog 9 anderen. Beide gezinnen waren in staat met een mijnwerkerssalaris om die gezinnen naar de maatstaf van die tijd best goed leven te geven. Als je nu 40, 50 jaar verder kijkt, dan zie je dat die mijnwerker bestaat niet meer. Dat klopt. Maar de verschijningsvorm van die mijnwerker is nu een thuiszorger, een schoonmaker, een beveiliger, een distributiewerker. Dat is nu vaker een gadisha geworden bijvoorbeeld. En alle andere mensen, andere kleur, bij wijze van spreken, ander geslacht. De werkende klasse is de meest diverse klasse die we kennen. Maar die arbeider, die verhoudingen zijn nog steeds hetzelfde. Sterker nog, als ik zeg nog steeds hetzelfde, misschien zijn ze wel veranderd. Maar niet ten goede, zijn ze slechter geworden. Want nu kun je van 1 schoonmakersalaris je gezin niet meer onderhouden. En ja, dat is waarom ik echt vind dat we en weer over de arbeider moeten hebben en over klassen. Ja, omdat simpelweg, Peter, we hadden het over 6 wegen in de buurt waar ik ben opgegroeid. Ik woon 1 buurt verder nu, nog steeds achter het spoor. Ik zal daar ook niet zo snel weggaan achter het spoor. Maar in 6 wegen, als je er opgroeit, het kind dat dan nu geboren wordt, gaat 6 jaar eerder dood, gemiddeld, dan het kind dat aan de andere kant, de zogenaamde goede kant van het spoor geboren wordt. Ja, je kunt, in Nederland wordt alles geïndividualiseerd. Dat ligt aan, hè, tegen mij zouden ze zeggen, ja, maar jij eet te veel frikandellen, dat moet je ook niet meer doen. Maar dat kind dat vandaag geboren wordt, kan helemaal niets doen aan de sociale omstandigheden. Dat is dus niet te individualiseren. Ja, en daarvan merk ik nu dat er toch weinig mensen zijn die daar iets tegen in kunnen brengen. Nu ben ik niet zo bang aangelegd, ook als dat wel kan, kom erop. Maar een kind dat vandaag geboren wordt, aan het einde van het leven 6 jaar eerder dood, gebaseerd op de plek waar je geboren bent of de klasse waar je geboren bent. Dat gaat niet over een grotere of kleinere flatscreen in je buurt. Dat gaat over essentiële dingen. 6 jaar eerder doodgaan, 15 jaar eerder ongezond. In zogenaamd een egalitair land. Wat we in Nederland onszelf heel vaak aanspreken. Dus ja, daar voel ik wel enige woede over, zou ik maar zeggen. Maar terecht, denk ik. En ik vind het ook mooi dat je uitdrukt. En ik denk dat dat ook absoluut nodig is. Want ik vermoed dan, als jij dan die mails of die berichten binnenkrijgt van mensen die zich herkennen in jouw boek, ja, en die woede voelen, dat zij ook zeggen van, oké, eindelijk iemand die over ons schrijft en die onszelf laat spreken, niet alleen over ons schrijft, maar ook onszelf laat spreken. Maar ik wou misschien nog over een ander aspectje terugkomen, wat interessant is, omdat je nu terug bij FNV zit en je sprak over de werkende klasse is divers. Ja. En de mijnwerker van toen zei zo net, is vandaag misschien heel vaak een gadisha. En dat is een interessant, ik vind het heel interessant en een goed discours om dat vandaag te zeggen. Dus ja, dat vind je heel belangrijk om dat antiracisme en de diversiteit van de werkende klasse ook vandaag naar voren te brengen. Ja, maar als je de werkende klasse organiseert in mijn, tussen grote aanhalingstekens, 6 wegen, ja, daar heb ik geleerd. Ik voetballen, we gingen niet zo vaak op vakantie thuis, maar alles kon ik niet betalen. Maar mijn vriendjes ook niet en vriendinnetjes. Dus wij speelden het WK, ik schrijf erover in het boek, wij speelden het WK pleintjesvoetbal. En wij konden alle teams vormen van de hele wereld, behalve de Scandinavische landen. Die werden dan door de Hollandse blonde jongetjes gespeeld. En als er iemand dan, we hadden een nieuw Afghaans jongetje. En die deed een keer iets, zoiets van, hè, ik had wel iets geflikt en hij vond dat niet goed was mijn vertaling. Ja, dat was de reactie van iedereen in die buurt, was, joh, speel die band dan gewoon af en dan gaan we door. Dus als wij willen dat de ondertitel van het boek Mijn Sociale Klasse wordt georganiseerd, dan is dat per definitie Gadisha en Ron en al die anderen. En ja, wat mij betreft is het organiseren van Mijn Sociale Klasse dus per definitie als antiracistisch en daarmee antiracistisch. Ja, prachtig, ja. Ik heb voor mijn boek ook de cijfers opgevraagd dan van de Europese Unie en daaruit blijkt, dat is dan een beetje meer droge kost, maar daaruit blijkt dan dat de Gadishas van deze wereld bij de essentiële beroepen, bij alle essentiële beroepen in heel de Europese Unie, was 1 op 5, 1 op 5 van andere origine. En dus dat betekent dat elke minuut die geapplaudisseerd werd tijdens die crisis, van elke minuut, precies, waren dus 12 seconden, precies, dat we. En dus het absurde en het rare en het gevaarlijke nadien is, dus dat is eigenlijk een moment van één dat heel sterk is. Want het is een moment dat één zegt, jullie zijn onmisbaar, jullie zijn degene die de boel echt doen draaien. Maar het is ook een moment van eenheid. Exact. En dat nadien dan in al die landen, al diezelfde landen, een deel van die woede toch door de racistische en extreemrechtse partijen wordt gekaapt. Ja. Dat is een pijnlijke confrontatie, denk ik ook. Ja. Hoe zie je jouw boek, heeft daar mee een rol gespeeld om te zeggen van oké, maar nu ga ik ook een sociale stem in dat debat gooien? Kijk, als je
een discussie over racisme alleen aan de hand van kleur voert en niet aan de hand van klasse, loop je het risico dat je dezelfde fout maakt als op een andere manier, maar loop je het risico dat je eigenlijk extreem rechts de bal in de voeten speelt. Ik heb wel eens mensen gehad die echt verbeten suggereerden dat omdat mijn vader wit is en meneer Tata van Tata Steel, dat is de Indiaanse miljardair, laten we zeggen niet wit is, dat mijn vader desalniettemin de onderdrukker is van meneer Tata. Ja, als je die discussie ontdoet van klasse, dan slaat het echt nergens meer op. En aan de andere kant was het zien van wat er gebeurde in de pandemie, was voor mij echt cruciaal om het boek te schrijven. En ik vind dus ook dat je daar, deze hele discussie, moet je nooit ontdoen van enige vorm van rebellie. Oftewel, we hebben eigenlijk nooit in een lockdown gezeten, zou je kunnen zeggen. Want in die distributiecentra, op die luchthaven Schiphol in ons geval, in die slachthuizen, nou, ik snap best dat mensen cynisch zijn geworden over die anderhalve meter. Want ze hoorden wel dat het op straat moest, maar in hun fabrieken, in hun slachthuizen, in hun distributiecentra, kon dat helemaal niet. Er werd ook helemaal niet op gecontroleerd. Ik kon, als ik wilde in die lockdown tot 9 uur of tot 10 uur, dat is nog eens verschil, kon ik allerlei spullen kon ik kopen. Als ik gewild had, had ik seksspulletjes kunnen laten bezorgen door de postbezorger. Of een supermarktketen adverteerde met een spuuglelijke gele regenjas voor je hond. Om maar eens wat bizarre voorbeelden te geven. Kon ik allemaal laten brengen en die kwamen om 11 uur 's avonds, werden die gebracht. Een postbezorger, een pakketbezorger. Dat had dus niets met lockdown te maken. Die lockdown, ik bedoel, ik zeg niet dat die niet nodig was, maar ik snap wel de hypocrisie van de werkelijke klasse. Die zegt, ja, maar wacht even, met het vingertje naar alles en iedereen, maar niet naar de bazen, de bedrijven die eigenlijk voortdurend dit overtreden. Daar werd hier niet op gecontroleerd. En ik vind dat die rebellie, ja, die moeten wij wel naar ons toe trekken. Want anders trekken de Thierry Boudes van deze wereld. Kun je even uitleggen voor de luisteraars, ja, en kijkers wie de geweldige Thierry Boudes is? De geweldige mag je weglaten, maar dat is enig sarcasme. Maar extreem rechts in Nederland gaat voortdurend verder op zichzelf heen, zeg maar. En Thierry Boudin is, zeg maar, de, ja, als ik zeg de geëvolueerde versie van Geert Wilders, dan kun je daar ook vaak iets bezetten. Maar het is een beetje grachtengordel radicaal rechts. Ja. Met allemaal wilde pseudo-filosofische teksten over uilen van Minerva en zo. Maar het is een soort van pseudo-academische versie van Wilders. En daarmee, ja, zeg maar, wat je kunt hem van alles verwijten, maar niet dat hij in ieder geval enige vorm van rebellie lijkt te hebben. En als links vind ik daar niks tegenover stelt, als dat een soort gezapige bende is, ja, waarom zou je, als je op je werkvloer ziet dat er hypocrisie is, waarom zou je dan niet, ja, dan wil ik naar een rebelse linkse volksclub, zou ik maar zeggen. Maar want je mag hier vrij uitspreken, we zijn hier bij Radio Solidair. Dus want dit wordt niet opgenomen, toch? Uiteraard niet, nee, niemand gaat dit zien. Maar, ja, dus kijk, daar mag je helemaal vrij uit spreken. En de vraag is dus, is dan links in Europa niet een klein beetje een te gezapige club geworden die te veel met stadhuiswoorden spreekt, met twee woorden, ja meneer, zeker meneer, dank u meneer, spreekt? Nou ja, kijk, ik vind dat... Waarom die woede bijvoorbeeld in Nederland en in Frankrijk en zo, waarom gaat er zoveel van die woede en die kracht die er is en die boosheid, waarom gaat het dan naar die paljassen, zoals wij in Antwerpen zeggen, ja, van extreem rechts? Hoe komt dat? Nou ja, omdat als je niet over klasse spreekt, als je de sociale omstandigheden niet dominant maakt en centraal laat zijn in het debat, dan gaat het dan gauw over allerlei... Peter, er zijn natuurlijk culturele verschillen tussen mensen. En ik kom uit een buurt waar ik gezien heb, dat schuurt dagelijks. Dat wil ik ook nooit ontkennen. Maar aan het einde van de dag wisten we wel in die buurt dat of ik nu wit of zwart ben, of ik nu religieus of niet religieus ben, zoals ik. Aan het einde van de dag, als je niet samen knokt, dan heb je allemaal te weinig brood op de plank. In de letterlijke zin van het woord, in het geval van mijn ouders bijvoorbeeld. Dus als wij niet over klasse durven te spreken, in Nederland gebeurt dat niet. Hier gebeurt het denk ik, in ieder geval wat ik vandaag gezien heb, gisteren, veel meer. Maar in Nederland helemaal niet. Dus ik vind dat dat echt de kern is van het gebrek in Nederland. En ik denk ook wel dat je kunt stellen, ja, Europees links zou er beter voor staan. Als mensen het gevoel hadden dat daar de echte verandering vandaan kwam, dan we op dit moment staan. Laat wel, dat is een zelfkritiek. Dit zeg ik niet als een soort veredelde buitenstaander. Dat zeg ik als onderdeel van die familie, om het maar zo te zeggen. Ja. En ik vind dat we de schroom van ons af moeten gooien. Want anders kunnen we nog, als het allemaal te genuanceerd en te voorzichtig blijft, ja, dan gaan er steeds meer mensen bij ons weg. En sluiten zich niet genoeg bij ons aan. Wat dat betreft ben ik wel
word ik wel enthousiast als ik hier bij jullie ben. Ik zie hier energie, ik zie hier jong en oud, zwart en wit. Mensen via geneeskunde voor het volk die hier vanuit de buurt komen. Nou, laat Europees Links, zal ik maar zeggen, maar een voorbeeld nemen aan de PvdA en PTB in België. Dank u voor het compliment. Maar ik denk dat we van elkaar inderdaad heel hard en heel veel kunnen leren. Omdat jij net zei, als je dan achter het spoor bent, at the end of the day, weten we dat we allemaal uit dezelfde werkmansbroek komen. Ja. In ons land, in de mijnstreek, was er ooit een populair gezegde. En dat zei, in de mijn ziet iedereen zwart. Ja. Hey, want je had die Italianen, Grieken, ja. Turken, Marokkanen, ja. die allemaal naar hier werden gehaald voor het vuile werk te doen. En die dan samen met de Belgen neerdaalden in de aarde om het goud van de aarde naar boven te halen. De kolen op dat moment. En dan in de mijn ziet iedereen zwart. En dat is een mooi gezicht en eigenlijk om te zeggen, iedereen is hetzelfde. Maar jij zegt eigenlijk ook in de schoonmaak ziet iedereen zwart of ziet iedereen vuil. Doet iedereen dezelfde zak. En dat zijn de onmisbare. En die zijn... Maar daarom zijn de onmisbare, de thuiszorger. Ik heb gezegd, de thuiszorger is de mijnwerker van nu. Ja. Mijn opa vertelde mij vlak voordat hij stierf, dat toen hij op de, zoals wij dat noemen, op de Oranje Nassau mijn 3, dat was aan de noordkant van Heerlen, werkte. Hij werkte eerst ondergronds en naderhand als ophaalmachinist. Zij wisten, als je op 800 meter diepte of op 500 meter diepte, als je daar problemen kreeg, moest je het samen doen. En als er dan ruzie was in een groep, dan had je een probleem. Dus er was dan ook geen ruzie ondergronds. Dat konden ze gewoon niet permitteren. En dat is wat ik denk dat de onmisbaren nu ook gezien hebben van deze tijd. Ja, shit, maar ze klappen wel voor ons. Maar er verandert niks. Dus als wij ruzie met elkaar gaan maken, dan zal er zeker geen sociale verandering en vooruitgang plaatsvinden. En dat ik en misschien is het de wens als vader der gedachten, maar ik zie wel een ontluikend klassebewustzijn. En dat wordt niet door mensen al zo genoemd in Nederland, maar wel het besef dat het dus niet van politici komt. Dat het niet vanuit de Tweede Kamer komt. Dat mensen het zelf moeten afdwingen. Wat ik daar wel eens kritische noot ook bij wil kraken, is dat dus de instituten. En want als je mij zou vragen, maar verwijt je nou Mark Rutte, de neoliberale minister-president van Nederland, verwijt je niet dat hij doet wat hij doet? Ja, natuurlijk verwijt ik hem dat. Onder andere verantwoordelijk voor het toeslagenschandaal, waarbij in Nederland 100.000 mensen vermorzeld werden, omdat ze als fraudeur werden aangezien, terwijl ze niets gedaan hadden. Of het Groninger gas, waarbij mensen te maken hebben met aardbevingen. Gas is uit de grond gepompt, vooral Shell heeft er veel aan verdiend, de NAM. Hetzelfde verhaal, wie zijn daar de dupe van? Gewone mensen. Ik definieer in mijn boek klasse als, en dat is geen wetenschappelijke definitie, de toegang tot de economie, de media en de macht. Hele eenvoudige definitie. En je ziet bij al die schandalen, ook het Pomps-Grom 6-schandaal in Nederland, dat zijn eigenlijk arbeiders op NAVO-plekken die hebben geschuurd en geverfd aan tanks waarvan het ministerie van Defensie in Nederland al sinds de jaren 80 weet dat die kankerverwekkend waren. Daar zijn mensen letterlijk aan kapot gegaan. Wat is nou de rode draad van al die schandalen? En ik kan zo nog bij wijze van spreken uren doorgaan met schandalen. Dus het is helemaal niet meer bedekt of zo. Wat is de rode draad? Allemaal arbeiders. Allemaal mensen met beperkte toegang tot de economie, de media en de macht. En dus, wie verwijt ik dit ook? Dat zijn de instituten die van oorsprong altijd waren voor de arbeider. Of dat nu, en laat ik heel zelf kritisch zijn, of dat nu de woningcoöperaties zijn. Mijn ouders noemen dat nog steeds de woningbouwverenigingen. Daar werd je ooit lid van. Die waren van ons, hè, van de huurders. Dat zijn coöperaties geworden. De directeur woont nooit meer in zijn eigen wijk. Sterker nog, dat vinden we al normaal in Nederland. Alle medewerkers van woningbouwverenigingen en woningcoöperaties wonen ook niet meer in hun eigen buurt. Dus dat zijn geen emancipatoren, machtsvormende instituten meer. En eerlijk gezegd, de vakbeweging moet daar ook heel erg mee oppassen. In de top, ik zou niets ten nadele van de huidige vakbondstop. Ik moet een beetje voorzichtig zijn, Peter, want anders is dit mijn laatste interview als vakbondsman. Nee, alle gek om een stokje. Nee, maar ik vind wel, die vertegenwoordiging. Mijn vader zei tegen mij, en ik schrijf dat ook in het boek, die zei, dat soort cryptische inleiding, die zei, zal ik mij verkiesbaar stellen als voorzitter van de FNV? Mijn vader heeft zo ongeveer alles in zijn lijf is kapot. Dus ik dacht, pap, dat is niet zo'n goed idee, maar waar wil je naartoe? Cut the crap, laat die cryptische inleiding maar achterwege, waar wil je naartoe? We spreken heel recht voor de raap tegen elkaar thuis, zeg maar. En toen zei hij, heb je de functieomschrijving gezien voor de nieuwe voorzitter van de FNV, toen die er nog niet was, ongeveer een jaar geleden. En zei, nee, heb ik niet op gelet, want ik ben schoonmakers aan het organiseren, pap. Zou je ook eens moeten doen, weet je wel. Hè? Zo gingen het gesprek tussen ons. Maar toen zei hij, moet je eens kijken. Hij had gelijk.
stond niet één keer het woord strijd in. Niet één keer het woord actie in. Niet één keer het woord staking in. Maar je moest wel van alles weten van managementstrategieën. Dus ik vind ook dat wij, dit is dus zelfkritiek, want ik geloof in de FNV. Ik zal er mijn hele leven lang lid van blijven en actief voor blijven. Maar wij moeten ook van de onmisbare zijn. Van spreekwoordelijk hoog tot laag. In alle lagen moet dat een club zijn die van de werkende klasse is, die van de onmisbare is. Ja, daar zal ik mij met heel veel plezier en van harte, met heel veel passie voor blijven inzetten de komende tijd. Ja, prachtig, Ron. En ik denk ook dat we dat misschien kunnen doen op heel veel initiatieven in Europa. Want Manifesta is er maar één van. Maar als ik dan zie dat je op dat vakbondsdorp naast de mensen van de Franse CGT staat, Franse vakbond ABV staat er ook, het ACV staat er ook. Misschien zijn er ook allemaal plaatsen om elkaar te ontmoeten van onderuit om die nieuwe traditie terug op te bouwen. Hè? Want ik hoorde dat bijvoorbeeld in Frankrijk de discussie net hetzelfde was en dat men zei, een van de krachtige punten van de CGT, dus de Franse linkse vakbond, was dat ze op heel veel plaatsen altijd de arbeiderskaders hebben geschoold, heel veel vrijstellingen hebben gegeven en altijd hebben gezegd, de meerderheid van onze besturen moet uitgemaakt worden door mensen die van de vloer komen. Ja. Dat moet de meerderheid blijven. Ja. En dat die traditie, dat men die opnieuw wil houden. En sommigen zeggen dan, ja, maar in de 21e eeuw is alles zeer complex. Zeer complex. Hè. Ja. Alles is management. Ja. En dus dan ga je toch niet maar gewoon als schoonmakers daar zitten. Gewoon als schoonmaakster. Ja. Dat is het argument. Maar dat is precies mijn kritiek. Dat is dat kennis is gedefinieerd als een soort managementversie daarvan. Terwijl de pijn en de kennis van de massa, om even mooi op deze manier te zeggen. Hè. Misschien kan mijn moeder niet zo ingewikkeld en complex spreken als menig manager. Maar potverdorie, zij heeft veel kennis over het echte leven. En de littekens die soms pijn doen of die soms schuren of die soms tot een lachende traan leiden. Ja, en dat is wel, als wij van de gewone man en vrouw willen zijn, zullen we wel ook herkenbaar moeten zijn voor de gewone man en vrouw. En moet daar gewoon positie voor zijn. En dat gaat om de redacties van bijvoorbeeld talkshows. Aan de talkshowtafel, om zo te noemen. Ik ben uitgenodigd voor ergens in de komende weken om aan een van die talks op tafel te zitten. En ik heb gezegd, nou, ik wil best komen, maar ik kom alleen als Khadija mee mag. Ik in dit geval niet Khadija spreekwoordelijk, maar Khadija Tahiri Hiyati, die ook gisteren hier was. De leider van de schoonmakersvakbond. Die had mijn moeder kunnen zijn. Niet letterlijk, maar dat zie ik in haar, zeg maar. Hoe zij worstelt, maar ook strijdt. Ja, dat moeten wij ook durven te zeggen en te doen, dat aan tafels, aan die tafels, moeten de Khadija's van deze wereld zitten. Ik vind het zelf heel belangrijk. Ik had donderdag een interview met de Standaard. Een heel toffe journalist trouwens, die het interview deed, maar die op een bepaald moment ging het over pensioenen, want het gaat altijd over pensioenen in ons land. Ze willen altijd met name hervormen en altijd in dezelfde richting, namelijk langer werken. En dus een van de argumenten, die, denk ik, men overal gebruikt is, ja, maar Peter, we leven met z'n allen langer. En ik heb toen al Jan-Frederik onderbroken en gezegd, nee, Jan-Frederik, dat is al fout. Dat is al fout. Jij leeft langer, ik leef langer. Ja. En al de mensen die de gazetten vol schrijven, leven langer. Precies. En iedereen die Twitter vol tweet, leeft langer. Maar de gewone werkende mensen leven namelijk niet langer. Ja. En dat is exact hetzelfde van wat jij nu zegt. Ja. He, dus de sociaal-economische verschillen, de klassenverschillen dus, maken of dat je langer leeft en ook, nog veel belangrijker, langer in goede gezondheid leeft. Exact. Want je kan misschien wel tot je 73 leven, maar als de laatste 5 jaar van je leven leven zijn in slechte gezondheid, dan heb je er ook niet meer veel aan. En dus, dan heb je dus de vraag van hoe komt het dat de Twitters en de Twitteraars en de kranten en de panels op de televisie vol mensen zitten die langer leven, om het dan zo te zeggen, en dat die anderen daar niet aanwezig zijn. Hoe komt dat en hoe doorbreek je dat? Ik ga er misschien nog één ding over zeggen. Wij proberen dat zelf, we moeten dat nog meer doen. In het parlement bijvoorbeeld hebben wij 4 arbeiders zitten. Dat maakt gewoon een keigroot verschil of dat Gabi Kolenmunders dit verhaal doet of Peter Mertes. Peter Mertes is de voorzitter van de PvdA. Uiteraard super sympathiek en al wat je wilt. Maar moet ik dit nu bevestigen? Ik wist dat je het niet ging bevestigen. Nee, maar dat doet er. Maar als Gabi dat zegt,
Gabby, die bij Ford Genk auto's heeft gemonteerd, die het ontslag heeft gekregen, net als al die andere automonteurs daar, die onder aannemingen is gaan werken. Als Nadia, die als kassierster heeft gewerkt, als Roberto, die bij Caterpillar heeft gewerkt, dat zeggen in het parlement, ja, mijn beste vrienden, ik heb bij Caterpillar gewerkt en ik leef niet tot mijn 81 jaar. Dat gemiddelde, dat is een onbestaande gemiddelde. Dan is dat natuurlijk veel krachtiger. Dus ik denk ook in de politiek dat arbeiders, gewoon werkvolk naar voren schuiven om hen het woord te laten voeren over de thema's waarover het gaat. Dat dat misschien ook wel een deel is van de... Nou ja, en dus ook durven te zeggen en kunnen zeggen, wacht even, wat je nu zegt is bullshit. Klopt gewoon niet. En ik kan je vertellen dat het bullshit is. Ik bedoel, dat frame, hè? We zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje. We zitten met z'n allen helemaal niet in hetzelfde schuitje. Als je het al in die metafoor zeggen, dan zitten jullie in de Titanic. Wij zitten in de Titanic en jullie zitten in een veel groter luxe schip, zeg maar. Dat nooit kan zinken. En dat is toch, hebben we in alle opzichten gezien. Multinationals werden rijker. De supermarkt in Nederland zal hier niet anders zijn. Die verdienden miljarden. Ongelooflijk. En de cashiers, om eens wat te noemen, die kregen er helemaal niets bij. Dus we moeten durven te zeggen, op grond van dat we weten waar we werken. De voorbeelden die je geeft in jullie parlementen, kan je zeggen dat heel veel Nederlanders de Facebook, via Facebook de debatten van onder andere Raoul met heel veel plezier volgen. We snappen niet altijd alles, maar man, dit aanvallen, de rebellie, de bullshit, zeg maar gewoon het I call your bluff, om het maar even in het goed Nederlands te zeggen. De bullshit van de zinvolle dingen te onderscheiden. En ja, dat is ook wel wat ik eerder bedoelde met dat moet aan links in Europa gaan kleven. Dat moet bij ons horen dat we dit durven te doen. En jij hebt iets meegebracht naar Manifesta, want je zei oké, ik kom naar Manifesta, maar ik ga iets meebrengen. En dan dachten wij, tulpen, hè? Nee, dat dachten we niet. Maar... Of kaas. Je boek of kaas. Nee, nee. Of een vaantje van Roda. Een vaantje van Roda, ja, dat kunt. Een Roda JC, ja. Maar je hebt iets anders meegebracht en je bent niet bescheiden geweest eigenlijk. Ja, vertel eens wat je hebt meegebracht, want ik denk dat de meeste mensen het al gezien hebben, maar eigenlijk niet weten dat jij de dader bent. Ja, precies, de dader. Ja, ik stelde mij gisteren voor in de vakbondstent als de categorie bescheiden Nederlanders. Toen moest iedereen meteen hard lachen. Ik weet niet wat dat over mij zegt, over het beeld van Nederlanders, maar we hebben een standbeeld meegenomen voor de onmisbare, van de onmisbare. Van ruim 3 meter hoog. Dus we dachten, als je het doet, dan moet je het ook goed doen. Het past hier gelukkig. En het is een standbeeld van Aniek. Het standbeeld heet ook Aniek. En Aniek is een verpleegkundige op de IC-afdeling in Delft. En zij is een van de toonbeelden in Nederland van de mensen waar we niet zonder kunnen. En Aniek is letterlijk op een tour door het land bezig. En inmiddels vandaag dus ook internationaal gegaan, gisteren. En heel veel mensen slaan erop aan. Het is een blikvanger, een symbool van de onmisbare geworden. En we horen heel vaak mensen zeggen, ja, die onmisbare, die schoonmakers, die thuis, al die mensen, die verdienen een standbeeld. En dan dachten wij, ja, dat gaan we maken. Dit is nog niet het definitieve standbeeld. We willen dat burgemeesters in allerlei steden, dat zij zelf toch ook wel een beetje indachtig gram zien, mag ik wel zeggen. Dat de populaire cultuur en dat wat je tegen gewoon waar je met de neus tegenaan loopt, dat je niet over een paar jaar denkt, wie waren dat ook alweer, die mensen die het land overeind houden? Dat je over een paar jaar tegen zo'n standbeeld of een muurschildering of een gedicht aanloopt en je weer herinnerd wordt, linksom of rechtsom, of je nou zelf wel of niet in de werkende klasse zit en dat je daarmee identificeert, dat je weer weet wie de mensen zijn die als het nodig is, als het donker wordt, wie het land overeind houden. Jij schrijft in jouw boek, sterren zie je pas het donker wordt. Het is een van die citaten die bij mij thuis ook voortdurend werden gebruikt. Dus ik heb die van harte van mijn ouders of van jou geleend, of van allebei. Copyright bij jou, wat mij betreft. Maar dat is precies wat het is. Dus je moet ze niet alleen zien als het donker wordt. Je moet ze ook zien als het licht is. En dat is wat we met dat standbeeld proberen te doen. Mooi. Je hebt op een bepaald moment, want je hebt het er straks al over de pseudo-filosofen gehad, of beter gezegd de pseudo-politiekers die met pseudo-filosofen komen leuren. Maar jij citeert op een bepaald moment in je boek ook Augustinus. En die zegt, hoop heeft twee prachtige dochters, woede en moed. Woede over hoe het nu gaat en moed om er iets aan te doen. Wat bedoel je daarmee? Het is een heel mooi... Ja. Dus hoop heeft twee dochters, moed en woede. Ja, ik ben helemaal niet religieus, maar dit Augustinus citaat vind ik echt dat is voor mij echt leidend.
Bij de SP zeggen we, de Socialistische Partij in Nederland, waar ik ook actief voor ben, blijf niet mokkend aan de kant staan. Stel een daad aan toen je moet. Laat je woede hand in hand gaan met het goede dat je doet. Dat had op Augustinus gebaseerd kunnen zijn. En wat Augustinus eigenlijk zegt, en ik vind het echt mooi, dus woede, daar kun je, dat klinkt vreemd, eigenlijk helemaal niet boos op zijn. Want woede vloeit in ieder geval nog voort uit hoop. Hè. Hoop is de moeder en heeft krijgt een tweeling en dat is woede en moed. Maar er zit ook in dat woede niet zonder moed kan. Dus als het alleen bij woede blijft, dan zal het nooit iets veranderen. Maar ik ben dus niet zo snel, ik schrijf mensen die woedend zijn niet zo snel af. Omdat ik vind dat daar... Vind je dat te veel gebeurt? Dat mensen die kwaad zijn, die worden afgeschreven? Daar wordt met die derde over gesproken. En ik kan alleen maar over Nederland spreken. Hè, maar dat wordt ook te vaak van gezegd. Dat zijn... Niet constructieve mensen. Ik heb een heel verhaal over taal gesproken. En in het Limburgs heet dat, waar ik vandaan kom, krauw. Dat is het tokies in het Nederlands, asocialen. Ga ze maar door. Dus als jij boos bent, terwijl je terecht de redenen kunt hebben om heel boos te zijn, dan word je dus door diezelfde... misbaren, die zeggen, maar we zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje, word je al gauw in die hoek geplaatst. Populisten, et cetera, et cetera. Terwijl, er is alle reden voor mensen om woedend te zijn. Tegelijkertijd zeg ik tegen de mensen die woedend zijn, als je daar alleen in blijft hangen en je niet opstaat om iets te doen en niet de moed hebt om het te veranderen, dan zul je waarschijnlijk je hele leven lang woedend blijven of cynisch en afhaken en apathisch worden. En dat is voor mij het allergrootste schrikbeeld dat er is. Ik heb liever dat iemand tegen mij zegt, ik ben van plan om op Wilders te gaan stemmen, want ik ben woedend. Dan zal ik alles aan doen om die woede om te keren naar een veel verstandigere keuze. Dan dat iemand zegt, ach, het maakt me allemaal geen donder meer uit. Ik heb me teruggetrokken, ze moeten het allemaal maar... Als mensen apathisch worden, dat vind ik veel ernstiger nog. Dan dat ze in ieder geval nog debat of de discussie aangaan. Hoe vreemd dat ook mogen klinken. En daarom, ja, hoop heeft ons woede en moed gebracht. En laten we die tweeling vooral, laten we die vooral inzetten in de strijd. Woede en moed. Voilà, Ron Meijer brengt de tweelingen terug samen. Maar vind je het erg dat ze jou een populist noemen dan? Nee, helemaal niet. Nee. Je vindt het niet erg? Nee, helemaal niet. Nee, dat doet je niet? Nee, eigenlijk niet. Als de gevestigde macht mij een populist noemt, dan val ik dat op als een groot compliment. Je neemt het als een geuzetitel aan. Ja, tuurlijk, ja. En ik vind dat links in Nederland dat ook veel meer moet doen. Ik vind dat als Mark Rutte socialisten in Nederland, de SP'ers in Nederland, populisten noemt, ja, dan moet hij ons dus iets noemen. Dan voelt hij zich gedwongen om kennelijk... dan vindt hij ons een gevaar. Ja, als wij geen gevaar zijn voor de heersende macht en heersende klasse op dit moment, na alles wat men gedaan heeft, nadat men sociale omstandigheden heeft gecreëerd die ervoor zorgen dat mijn vrienden en vriendinnen, mijn ouders, 6 jaar eerder doodgaan. Ja, ze moeten woedend op ons zijn. Ze moeten bang, ze moeten beven voor ons. Pas dan doen ze het goed. Dus ja, populist noemen en beven, daar zit nog wel wat stappen tussen, zou ik zeggen. Voilà, ik zit met een echte Nederlandse populist aan de tafel voor Radio Solidaire. Ja. We hebben hem gevonden, de enige Nederlandse populist die er is. Ik wil nog even spreken over... Links-populist, voor de helderheid. Ik wou nog even spreken over voetbal. Omdat het mij interesseert en ook intrigeert. Je hebt zelf een... Voor Roda JC, dus je hebt die tradities van de arbeidersclub, de mijnwerkersclub, wat Roda JC is in Heerlen. Ja. En je zit je ook in, naast alle andere dingen die je doet, voor een supportersclub en voor een soort supportersparticipatie binnen Roda JC. Ja. Waarom doe je? Of wat is de idee daarachter? Ja, Roda JC komt niet uit Heerlen, maar uit Kerkrade. Dat is eigenlijk één groot... Nee, dat is niet erg, maar ik moet dat even corrigeren, anders word ik straks gekielhaald als ik terug ben. Terecht. Maar het is eigenlijk het is de oude oostelijke mijnstreek, om heel specifiek te zijn. Ja, Roda is al heel erg lang een traditieclub, mijnwerkersclub, opgericht door mijnwerkers. En de afgelopen jaren, 5 jaar ongeveer, afgelopen 10 jaar, echt gewoon door wanbeleid. We waren een van de weinige clubs, een van de 5 clubs. Je hebt 3 grote clubs in Nederland, PSV, Ajax en Feyenoord. En dan had je nog Utrecht en Roda JC. Nooit gedegradeerd uit de hoogste divisie. Tot 2014. De eerste degradatie. Nou, ik nam mijn inmiddels 14-jarige zoon toen mee naar die uitwedstrijd. En die was toen wat jonger. Bijna ongezond jong om al fan te zijn van Roda, want we degradeerden.
En hij zei toen met dikke tranen van zijn wangen, zei hij, papa, ik zei, oh jongen, het komt wel goed. Ah, papa, die degradatie vind ik niet zo erg, maar nu moeten we naar Maastricht, wat een stad is, een stukje verderop en waar onze aartsrivalen spelen. Lang verhaal kort gemaakt, met de club ging het heel snel bergafwaarts, financieel heel slecht. We hadden zelfs een Mexicaanse eigenaar die daar geen euro meer in wilde stoppen en die uiteindelijk door de supporters het stadion uitgezet is. En toen heeft een deel van de achterban van Roda gezegd, we moeten een ledencollectief opbouwen. Zodat je krijgt daar als lid niet zoveel voor terug. Je betaalt €62, Roda is in 1962 opgericht, €62 per jaar. En zo brengen wij met z'n allen 1000 leden, hopen we uiteindelijk te bereiken, €60.000 per jaar bij elkaar. En daarvoor willen we één ding terug. Dat is zeggenschap over de clubcultuur, over de naam, het logo en de jeugdopleiding. Zodat als de club iets wil veranderen aan wie de club is, de identiteit van de club, dan moet ze eerst langs die leden. Dat is nog niet, laten we zeggen, de totale overname van de club. Maar zeggenschap over of je de jeugdopleiding wil afschaffen of wil uitbreiden, ja, vinden wij wel een goede stap in de goede richting. We zitten nu op 700 leden. We hebben nog niet zo heel veel Belgische leden. Dus Peter, je bent van harte welkom om lid te worden van Roda 1962. Voilà, ik ga erover nadenken om lid te worden van Roda 1962. Maar over dat grote geld in het voetbal, Ron. Hoe zie jij dan die evolutie als je bijvoorbeeld deze zomer dan de internationale transfermarkt bekijkt? Je hebt daar natuurlijk ook politiek. Ik zeg dat vaak, in ons land worden ook politiekers gekocht. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Over voetbal, deze zomer, die bedragen waarmee de groten der aarde dan verhuizen van de Spaanse, Franse, Italiaanse, Engelse competitie naar elkaar. Ja, heel die vermultinationalisering, en dat geld was er natuurlijk ook al allemaal, maar wat denk je dan van, wat ben ik hier aan het doen in Kerkrade of all places tegenover... Hoe zie je dat aan? Ja, waanzin. Totale waanzin. Het heeft ook niets meer met leuk te maken. Als je naar PSG kijkt, Paris Saint-Germain, ja, dat heeft toch niets meer te maken met je club, zeg maar. Je wilt toch nog enigszins zien dat je een opbouw hebt en dat je voetbal dat je herkent. Dus dit is gewoon de FC Qatar die het daar heeft overgenomen. Dat moet voor die fans van PSG ook verschrikkelijk zijn. Fijn dat je wellicht voor hen nu dingen gaat winnen. Maar dat heeft toch niets meer met het spelletje te maken. Ik geniet het meeste, Peter, ik weet niet of je dat herkent, van die wedstrijden, dat je dan... Ja, het is niet... Ik ben een fan van een club die nooit mooi voetbal speelt. Hè. We winnen alleen maar met baggervoetbal en hopen dat we winnen. Maar wel met strijd. En de mooiste wedstrijden zijn dan dat je speelt en dan wordt het 3-3 in de laatste seconde, krijg je een doelpunt tegen. Maar in de extra tijd maak je nog de winnende 4-3. Daar heb je echt voor gestreden. Dus... Ik zal niet zeggen dat ik niet graag een keer met 6-0 win. Maar wel dat je er met z'n allen voor gestreden. Dat het hele stadion ervoor gestreden heeft. Dat je dat van jong tot oud. Die wedstrijden die ik in het oude stadion bij Roda gezien heb als jong jochie. Dat ik naast twee oude opa'tjes stond. Omdat ik niet de rest van de tribune opkom. Het was te vol. En dat ik plezier... Ik zou niet eens weten hoe ze heten. Maar ik heb zo'n plezier gehad. Want wij stonden, hè, die twee oude opa'tjes. Met dat kleine jochie daartussen. Wij streden mee. We leefden ook mee. Ja, dat kun je toch niet meer hebben als er... man op het veld staan die een salaris verdienen in een jaar of vijf van 400 miljoen. Ja, dat is toch... Dat kun je 10 generaties van heel stinkend rijk laten zijn daarna. Dat heeft niets meer met voetbal te maken. Dus ik ben eigenlijk wel heel trots erop dat ik maandagavond aanstaande... dat ik in het uitvak van Roda in Volendam zit. Het stadion is waarschijnlijk voor de helft leeg... We zullen ook niet het allermooiste voetbal spelen. Maar ach man, wat is dat heerlijk. Dat is echt werkelijk klasse voetbal wat mij betreft. Oh, mooi, want ik heb iets gehoord. En dat is eigenlijk raar. Dat je hebt zo twee plaatsen in de samenleving waarin gewone werkende mensen kunnen samen zijn. En ook roepen. Hè? Ik bedoel, we kunnen daar een hele discussie over hebben. Over het belang om samen te zingen, samen te roepen. En hoe dat onze samenleving ongelooflijk lawaaier is geworden. Maar anderzijds zijn er heel weinig plekken... om heel enthousiast uw emoties te laten zien. En wat mij altijd heeft aangetrokken, zijn die historische beelden van You'll Never Walk Alone, ja, uiteraard van Liverpool en zo. Dat is een kippenvelmoment voor mij nog altijd overal. Maar dat is toch iets moois natuurlijk. Ja, fantastisch. Dat beeld... Op zo'n tribune, ik was afgelopen vrijdag, we speelden 0-0. We hadden moeten winnen, maar ja, ik zei al iets over onze kracht. Dat is niet per se mooi voetbal. Alhoewel dat wel was, moet ik zeggen. Dus de ploeg doet het steeds beter. Maar dan kijk je om je heen. En daar kan ik echt oprecht van genieten.
dat daar is dan iedereen gelijk. Dat wil zeggen, ik had voor de eerste keer mijn allerjongste, we hebben 3 kinderen, de oudste is inmiddels 14, Kian, die is helemaal, ja, die heb ik knettergek gemaakt van de club. Onze dochter is verstandiger, die heeft dat niet. En de jongste is 4, daar probeer ik hetzelfde te doen als bij Kian gelukt is. Mama kijkt hopelijk niet mee, maar was zijn eerste wedstrijd mee. En het enige wat je hoeft te doen is te zingen en te schreeuwen en te juichen op het goede moment. Ja, en daar zit zoiets moois bij. En ik moest ook denken afgelopen vrijdag aan, ik heb veel van die stakingen in de schoonmaak meegemaakt. En dat was echt indrukwekkend. En ook kantje boord af en toe. En de schoonmakers in Nederland zingen aan het einde van iedere bijeenkomst, of het nu gewonnen of verloren is, of het een onderhandeling was of niet, of een strijd of een bezetting, ze zingen altijd, wij gaan door. En daar hoort een heel liedje bij. Dat is elke keer kippenvel. Want dat is zeg maar het voortduren van, dus het besef dat sociale strijd voortduurt. Dat je samen met z'n allen collectief moet blijven werken. En dat niet eindigt op het moment dat je denkt dat je op dat moment gewonnen hebt. Ja, dat is you'll never walk alone. En you'll never keep to walk alone, zou ik maar zeggen. Om het you'll never walk alone maar even te verkrachten. Maar dat, ja, wij gaan door. Dat is iets magisch in. Ik denk dat een mooi einde is. Dat we tot het einde komen inderdaad. Bij ons had je de boelwerf waar ze schepen maakten in Themse, die jammer genoeg ook frauduleus failliet is gegaan. Ja. En daar had je zo'n historische vakbondsleiders van het ACV en het ABV, Jan Kap en José de Stalen en zoveel. En op een bepaald moment zeiden die, we moeten de arbeiders terug leren zingen. En wat hebben die toen gedaan? Die hebben wel niet van Roda JC, maar wel van Feyenoord, ja, hand in hand, kameraden, ja, ja, dat is precies, overgenomen. Ja. Prachtig. En op de bezetting van de boelwerf, met 3000 mensen, op een bepaald moment was de toespraak gedaan van de vakbondsleider. En dat waren heel krachtige toespraken, want hoe dat Jan Kap en José de Stalen, ja, spraken, wow. Ja. Onwaarschijnlijk, ja, beeldrijk. Ja. Maar het meest krachtige moment van zo'n vakbondsmeeting was nadien zo'n hele werf met 3000 mensen die hand in hand, kameraden, wij gaan door, we strijden tot de dood. Ja. Dat is kippenveld. En ja, dat denk ik is wat voetbal, working class, precies, strijd, onmisbare, dames en heren, het boek van Ron Meijer allemaal samen brengt. Ron, dikke merci. Heel veel succes ook nog met je boek. Dank je wel. Merci om hier te komen in Manifiesta. Was een heel aangename gast en het is een zeer interessant boek. Merci. Dank je wel. Studio Solidair.